Beste collega's, ik wil beginnen aan het begin van het nieuwe jaar met een citaat uit het boekje van Jan Blommaert, dat u misschien kent, een van onze collega's. Dat was er echt belangrijk in mijn academisch leven. In het hoofdstukje wat hij als titel gaf, De Opvoeder, zei hij: zoals ik al zei, was mijn academische leven een geschenk dat ik van anderen kreeg. Het kwam onverwacht als geschenk. Ik was er niet op voorbereid. Veel zinnen in het boekje van Jan Blommaert zet hij aan het denken. En ik moet helaas zeggen dat zijn denken stopt. Hij is overleden. Hij was erop voorbereid. Hij leed aan die verschrikkelijke ziekte die we kanker noemen. En hij is overleden aan het begin van het nieuwe jaar. Een verdrietig bericht aan een jaar, aan het begin van een jaar, waarin we toch eigenlijk vooral over hoop willen spreken. En perspectief. We zijn allemaal gepassioneerde docenten, onderzoekers, medewerkers van onze universiteit die het beste weer willen geven in het nieuwe jaar. En namens het college van bestuur en de decanen wil ik jullie allemaal nogmaals daarvoor danken, maar ook een zalig nieuw jaar wensen. Maak er wat moois van in je werk, thuis, met je vrienden. En laten we met jullie hopen dat we het coronavirus voorbij komen. Understanding society, de samenleving proberen te begrijpen, dat zeggen we voortdurend tegen elkaar als een van onze kernmissies hier. Goede mensen opleiden, maar het onderzoek ook ten nutte laten komen van de maatschappelijke betekenis, zodat we ook daar erkend en gewaardeerd worden. Ik hoef denk ik op deze dag niet te zeggen hoe belangrijk het is om kennis te hebben om de samenleving goed te begrijpen. Want zelfs iets wat we onaantastbaar achten, onze democratie, onze rechtsstaat, is blijkbaar iets buitengewoon kwetsbaars. Dat wisten we wel. Ook het onderzoek dat we hier doen maakt ons dat duidelijk. Maar de urgentie om als universiteit ons te melden, niet alleen met begrip, maar ook met heldere opvattingen over wat daar werkelijk van waarde is, is duidelijk noodzakelijk gebleken. Menselijke waardigheid, democratie en rechtsstaat zijn de basis voor alles. Als we dat niet hebben, verliezen we alles. Ik hoop dat wij vanuit onze universiteit, vanuit ons mooie werk, verantwoordelijk ook voor de vorming en opvoeding van jonge mensen, iets wat Jan Blommaert ook altijd zo verschrikkelijk belangrijk vond, dat we in die geest het komende jaar echt succesvol zullen zijn. Zorg goed voor elkaar, blijf gezond, zalig nieuwjaar.